Nou ja, ik ben Jury den Tuinder. Ik ben dirigent bij opleiding van de hele vereniging eigenlijk. We hebben Bandtime, het opleidingsorkest voor starters, beginnende leerlingen. En daarnaast hebben we het opleidingsorkest voor kinderen, leerlingen die al wat langer op les zitten. En die mag ik al een hele tijd dirigeren, helpen in hun muzikale weg. Ja, ik ben hier al sinds 2011. Bijna 12,5 jaar. Ik zat toen op het conservatorium en ik werd gebeld door iemand van de vereniging die in de werkgroep opleiding zat of ik zou willen komen dirigeren. En ze hadden altijd de eigen dirigent van het harmonieorkest, van het grootorkest, die de repetitie van tevoren deed met de opleiding. Maar ze hebben toen een keuze gemaakt om dat los te halen. Dus grootorkest en opleiding echt los van elkaar, zodat degene die de opleiding dirigeert, dat die ook echt daar volle focus voor heeft. En ik denk dat dat een hele goede optie is geweest voor de vereniging. Ik ben begonnen denk ik op mijn achtste of negende. Ik kom uit Zevenbergshoek. De muziekvereniging die was daar ook bij betrokken. En die kwamen natuurlijk met instrumenten op school. En volgens mij mochten we op een gegeven moment ook een instrument uitproberen. En we mochten naar een concert van hun komen kijken. Het was een fanfare, dus dan heb je vooral koper en slagwerk. En wat hout aan saxen, maar geen klarinet en zo. Bij dat concert was er een vrouw achter het orkest. Wat ouder van leeftijd en die stond op het slagwerk allemaal pingeltjes en tingeltjes. En dat maakte de muziek, vond ik, echt 100 keer mooier dan dat je alleen maar met blaasinstrumenten had. Dus ik was een beetje verliefd op wat zij hoe dat zij de muziek versierde eigenlijk. En ik dacht, dat wil ik ook. En omdat ik een beetje keyboard speelde en zo, zei mijn docent al gauw, ga maar wat melodisch slagwerk doen. Xylofoon, marimba, klokkenspel. Marimba hadden we natuurlijk niet bij de fanfare, maar een xylofoon en een klokkenspel werden al gauw aangeschaft. Dus ja, dat was eigenlijk best wel leuk toen, ook in die opstartfase. Dus vanaf daar muziekschool en toen naar het conservatorium. Want ik wilde gewoon muziek. Ik wilde alleen maar muziek maken. Met dirigeren. Eigenlijk is dirigeren niet eens zo belangrijk. Maar ik vind het altijd belangrijk dat als de muzikanten op de repetitie komen. Je hebt natuurlijk allerlei verschillende instrumenten. En die hebben allemaal een aparte partij. En zeker bij de beginners. Die hebben soms nog geen idee wat ze moeten gaan spelen. Nou, dat staat dus wel op de muziek. En dan moet dat samenkomen. En daar ben ik dan als dirigent een beetje voor om dat een beetje in goede banen te leiden. En dat gaat soms vanaf de eerste keer meteen helemaal goed. Als de muziek ook wat makkelijker of wat meer onder elkaar staat, maar krijg je wat meer partijen die door elkaar gaan, ja, dan is er wat hulp bij nodig met bijvoorbeeld een repetitie. Als je muziek gaat oefenen, dat je wat aanwijzingen geeft aan een aantal instrumenten of dat je even iets voorzingt of zo. Of iets voordoet. Ik kan op heel veel blaasinstrumenten kan ik niks voordoen. Maar op slagwerk kan ik wel iets ritme voordoen of zo. Dus dat vind ik dan wel echt heel leuk. En nou ja, goed, dan als eenmaal iedereen de muziek een beetje kan spelen, dan gaan we proberen om daar misschien wat laagjes in te maken. Of kijken of we het interessant kunnen maken met een vertraging of met dynamiek, met crescendo's en heel zacht spelen. Maar als je een beetje kan gaan verven met die muziek, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Uiteindelijk, dan werk je natuurlijk ergens naartoe. Misschien wel een concertje of zo. Op scholen doen we dat niet, maar bij een muziekvereniging is het wel leuk als je een keer een uitvoering hebt. En als je dan een concert kan geven voor ouders, mensen uit de buurt, weet ik wie er komt kijken. Misschien met een andere muziekvereniging. Ja, dan is het echt tof als je kan pieken. Als je kan laten horen wat je in al die repetities hebt geleerd. En of je misschien zelfs nog iets toe kan voegen als muzikant. Een mooie solo of een superspannend einde van een muziekstuk. Dat vind ik altijd wel heel tof. We hebben natuurlijk repetitie op vrijdag. En dat is een fantastische avond, denk ik, om muziek te gaan maken. Hier bij Flight of Harding. Want op vrijdag, dan is gewoon het weekend begonnen. En dat is volgens mij een van de allergrootste pluspunten die je kunt hebben bij een muziekvereniging. Want het is gewoon gezellig voor de repetitie, tijdens de repetitie. En na de repetitie, dan ben ik er niet meer. Maar wat ik heel vaak hoor, is dat het dan ook enorm gezellig is. Dus dat is volgens mij het allerleukste van de muziekvereniging. Dat je als vereniging dus niet alleen maar samen muziek maakt, maar dat je ook het gezellig hebt met elkaar. En ik vind het zelf altijd heel fijn als met een muziekvereniging, als daar vriendschappen ontstaan. En dat is wat ik in die 12 jaar die ik hier nu ben, wel echt gezien heb. Vanaf de opleiding tot aan iedereen die in het grote orkest zit. Er zijn heel veel vriendschappen ontstaan. En gebleven volgens mij ook.
Want er zijn mensen die komen na de repetitie speciaal nog hier naar de Heuvel om dan nog even wat mee te drinken. Mensen die misschien hier in Alphen komen wonen, of mensen die hier uit de buurt komen, en die zijn natuurlijk super welkom. Iedereen die mag hier bij de vereniging aankomen sluiten. En mocht je nog niet super lang een instrument spelen, dan ben je bij de opleiding ook zeker welkom. Maar ook dat is al een hele leuke repetitie, gezellig. En ik denk ook een fijne hier bij VNV is dat we een hele goede werkgroep hebben die hele leuke ideeën hebben. Dus er komen ook voor Bandtime en de opleiding komen er elke keer weer nieuwe concertideeën of gewoon leuke uitjes. We hebben af en toe groepsactiviteiten, bindingsactiviteiten, dan gaan we wat leuks doen. We gaan ook wel eens naar de Efteling. Of met z'n allen op kamp. Nou, er is niks fantastischer dan met z'n allen vriendschappen maken op kamp. En ook nog een beetje muziek maken. En dan helemaal kapot op zondag weer naar huis gaan. Dat is gewoon echt heel leuk. En we proberen alles op een hele ongedwongen manier in te studeren. Best vaak met een grapje. Ja, maar dat mag ook. En muziek mag ook grappig zijn. Soms moet het ook even serieus. Maar het is eigenlijk altijd heel erg leuk. En de sfeer is goed. En dat houdt iedereen ook samen. En dat houdt denk ik heel de vereniging bij elkaar. Zoals we zijn.